Zo, hallo allemaal, daar ben ik weer. Leuk dat jullie weer kijken. We gaan weer verder met de Spurs en we spelen tegen SC Braga, de Portugese club. We spelen voor de Europa League, derde wedstrijd. En moeten we wel weer gaan winnen, zeker omdat we thuis spelen. We spelen gewoon de sterkste opstelling. De enige verandering is Brandt, die speelt linksbuiten in plaats van Ellie. Waarom? Omdat ik Ellie de laatste tijd niet zo heel erg tenderend vond spelen. En Brandt, ja, die doet het toch gewoon aardig, zoals je hier kan zien. Komt hij naar binnen toe, wordt hij onderuit gehaald, krijgen we een penalty. Dit gebeurt allemaal al in de 13e minuut. Daarvoor was er niet veel gebeurd. Maar Brandt hier dus, die zijn man voorbij wil, ja, die laat zijn voet staan, valt er overheen en krijgt een penalty. Kane gaat die bal nemen, neemt de aanloop, schiet hem heerlijk binnen, gewoon in de bovenhoek. Zo goed als onhoudbaar voor de keeper. En zo staan we 1-0 voor. Je kan nog een keer goed zien. Dat is toch redelijk goed ingeschoten in mijn optiek. En 1-0 door een penalty. Nou, Braga trapt dan af. We proberen gelijk weer druk te zetten. Maar Braga is toch niet een hele kleine ploeg. Die kunnen toch ook wel aardig ballen. Hier zo pak ik dan wel weer de bal af. Kane, die dan direct naar voren probeert te spelen. Vindt Brandt en die paast dan weer niet goed. Waardoor Braga eruit kan komen met een counter. Hier zo Luis Carlos. Die de bal breed legt. De diepte in, voorzetje. En die wordt helaas binnengekopt. Zo staat het al heel snel weer 1-1. Niet heel denderend verdedigd. Zeker het duel bij dat kopduel, zeg maar. Hier houden we, hij is al helemaal vrij, kan voorzetten. En daar wordt het kopduel gewoon verloren. Nou, inmiddels zijn we iets verder. 34e minuut, corner voor Braga. Die kan gevangen worden door Loris. Die hem vervolgens uitgooit. Doet hij niet heel denderend, maar toch kom ik in balbezit. Brandt wordt links diep gestuurd. Hij is redelijk snel, zoals je hier kan zien. Komt naar binnen toe, kapt zijn man uit en gaat vervolgens schieten. Maar helaas schiet hij op de keeper. De keeper kan die bal makkelijk vangen en uittrappen. Vervolgens verover ik de bal op het middenveld met al de wereld. Die vindt Lamela. Lamela gaat diep, kapt zijn man uit. Komt naar binnen toe, legt hem breed op Dembele en die schiet in eerste instantie op de lat. En in de rebound kan Braga hem niet goed wegwerken en Dembele hem alsnog in het doel werken. Hier nogmaals, Dembele eerst vol op de lat. Keeper die de eigen verdediger ondersteboven schuift. En Dembele die daar gewoon van kan profiteren. Waardoor we nu 2-1 voor staan. Nou, de tweede helft is inmiddels aangebroken. We zitten al in de 83ste minuut. Er is verder niet heel veel gebeurd in de tweede helft. We probeerden aan te vallen, kwamen er niet doorheen. Braga probeerde ook aan te vallen. Kwam ja, nog tot deze kans die ze naschieten. Vervolgens hier ook nog een redelijke kopkans. Maar Loris staat goed op te letten. Kan die bal naar de zijkant werken. En vervolgens kunnen wij de bal wegwerken, maar wordt hij weer opgevangen. Braga probeert het, maar het lukt niet meer voor ze. Loris kan die bal makkelijk oppakken en hier alweer in het spel brengen. Rose staat helemaal vrij aan de linkerkant. Die speelt Dembele aan en ja, nu hoeft het allemaal niet meer. Het zit erop. We hebben de eerste, we hebben deze wedstrijd gewonnen. 2-1. Het was niet heel denderend, maar toch weer 3 punten in de Europa League. Waardoor we nu 3-3 hebben en we toch wel bijna zeker zijn van een volgende ronde. Nou, hier gaan we weer de competitie verder uit tegen Bournemouth. En ja, dat is toch een wedstrijd die ook gewoon gewonnen moet worden. Er zat helaas maar 3 dagen tussen, waardoor ik met mijn B-elftal moest gaan optreden. Maar goed, daar lopen er nog wel aardige spelers in, zoals je hier Bentaleb. Chatli op links. Ali die op 10 staat nu. Davies de linksback hier aan de bal. Die schiet. Schiet tegen de verdediger aan en Bentaleb krijgt die bal voor zijn voeten en volleert hem in de hoek. Prachtig schot. En zo staan we 1-0 voor in de 19e minuut. Hier nog een keer. Goed gespeeld. Davies komt naar binnen, schiet tegen de verdediger aan. Maar prachtig binnengeschoten door Bentaleb. Beheerst in de hoek met een volley. En we staan 1-0 voor. Nou, Bournemouth vervolgens met de aftrap. Die gaan gelijk de diepte zoeken, de aanval zoeken.
En ik probeer die bal uiteraard gewoon af te pakken. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar ze combineren aardig hier. Maar de eindpaas is niet helemaal goed. Ik krijg die bal ook niet helemaal lekker weg. Tweede instantie krijg ik nog een keer de kans. Weer niet weg. En Bournemouth hier aan de zijkant, aan de rechterkant. Kan er binnenkomen. Chatley die een sliding op de bal maakt, maar ook de man meeneemt. Ja, en dan is het aan de scheidsrechter om te beoordelen wat er gebeurt. Hier nogmaals, Chatley. Ja, hij speelt de bal. Wel met twee benen vooruit, neemt ook de man mee. Dus ja, valt wat voor te zeggen. Ik baalde er natuurlijk wel van. Een penalty voor Bournemouth en die schiet hem binnen. Was niet heel best genomen, maar Lloris dacht waarschijnlijk dat hij door het midden zou geschieten. Ja, hij scoort. We stellen het al gauw weer 1-1. Hier nog een keer die penalty. Lloris die wat bewegingen maakt op de lijn. Vervolgens niet duikt, gewoon in het midden blijft staan. En het is 1-1. Nou, inmiddels de tweede helft aangebroken, zoals je hier kan zien. Er gebeurde de eerste helft niet heel veel meer. Ik herover de bal vrij snel. Mason hier, die vindt Chatley. Chatley vindt Bentaleb. Bentaleb legt hem breed op Davies, de linksback. Mason hier aan de bal met een goede steekbal op Chatley. Chatley op Embolo. En Embolo die hem toch heel heerlijk binnenschiet hoor. Wat een lekkere spits is dat toch zeg, om mee te spelen. Hij is heel erg jong. Maar hij kan scoren als de beste, zoals je hier ook weer ziet. Mooi beheerst binnengeschoten, via de paal. En zo heeft hij volgens mij toch alweer een doelpuntje of 4 gemaakt. Dit seizoen. Een goede aankoop, vind ik. Hier nogmaals te zien. Op de paal. En valt lekker binnen. En we staan 2-1 voor. Nou, ietsje verder in de tweede helft. 60ste minuut. Mason hier aan de bal. Die vindt Ellie. Ellie die speelt hem diep op de diepgaande Bentaleb. En die scoort zijn tweede van de middag. Goed diep gelopen. Goed vooruit gespeeld. Mooie steekbal. En prachtig afgewerkt gewoon. Nou, inmiddels een cornertje van Son. Die was ingevallen voor Chatley. En die vindt Stones. En Stones die kan hem binnenkoppen. Waardoor het alweer 4-1 staat. Hier zien we Stones de doelpunten maken. En zo staan we al 4-1 voor. Dat gaat toch lekker. Hier kunnen we weer in de aanval met Son aan de linkerkant. Die komt naar binnen. Krijgt alle ruimte op te schieten. Maar de keeper die redt hem in twee instanties nog net voor de doellijn. Bournemouth probeert hem weg te werken. Lukt niet. Hier Ellie die hem op Bentaleb legt, maar die schiet hem op de lat. Geen hattrick voor hem. En ook in de rebound is de keeper er die de bal nog tegenhoudt. Nou, daarna gebeurde er niet veel meer. Hebben we gewoon lekker met 4-1 gewonnen van Bournemouth uit. Dus dat is een heerlijke overwinning, zeker met een B-elftal. Nou, zie ik dat zien Bentaleb gewoon terecht man of the match. Gewoon 2 doelpunten gemaakt, goede wedstrijd gespeeld. En op naar de volgende wedstrijd. Dat is een bekerwedstrijd tegen MK Dons. Een lagere divisie. Even uit mijn hoofd. Derde divisie in Engeland waar ze spelen. Speel wel gewoon met de basis 11. Hier ook Kane die diep gestuurd wordt. Kane die naar binnen komt. Die ziet Eriksen voor het doel staan. En Eriksen kan hem heerlijk afwerken. Daar was niet zo heel veel aan. Hij schiet hem toch binnen. Komt goed voor zijn man. Gewoon een goede actie van Kane die diep was gestuurd. En Eriksen die hem heerlijk afrondt. En we staan al 1-0 voor. Ik speelde met mijn basis 11 gewoon omdat ik gewoon ja, die cup graag wil winnen. En het zekere voor het onzekere wil nemen. Nou, inmiddels kregen we een corner. Die kunnen we wegwerken. Kane hier in de aanval. Loopt om zijn man heen. Breed op Eriksen. Eriksen weer terug op Kane. Kane met een heerlijk balletje richting Lamela. En die volleert hem toch weer heerlijk in de bovenhoek hoor. Beheerst maar toch een heerlijke volley. En zo staan we 2-0 voor. Hier nogmaals Eriksen die Kane diep stuurt. Kane met een prachtig boogballetje over de verdediger heen. En Lamela die hem gewoon in één keer op zijn slof neemt. En zo ja, toch redelijk in de kruising schiet. Toch zo'n spectaculaire goal. En we staan 2-0 voor. Nou, inmiddels de tweede helft begonnen. De eerste helft gebeurde verder niet heel veel meer. Wij trappen af.
terug op de keeper en die vindt Walker. Walker op rechts, die aan het zoeken is waar we hem naartoe gaan spelen. Nou, daar verliest de bal. En Kadons kan hem overnemen, hier met meneer Potter en Williams. Williams, die, waarvan ik dacht dat hij ging schieten, legt hem breed en alsnog wordt hij dan ingeschoten. En zo staat het 2-1. En zo beginnen we dus heel erg slecht aan deze tweede helft. Nu krijgt MK Dons toch weer hoop dat er wat te halen valt. Maar goed ingeschoten. Ja, ik vond eigenlijk dat Lloris toch wel zijn hand had mogen uitsteken. Het zag er een beetje uit alsof hij niet veel deed. Maar goed, 2-1, dus we moeten weer gaan aanvallen. Hier, prachtige combinatie, Dembele-Dyer. En Dembele kan hem afronden. Schiet hem ook weer prachtig binnen. Hier nogmaals die aanval. Dembele die hem breed legt. Hem terugkrijgt, dus een mooie 1-2. Ja, hij schiet hem gewoon hard binnen. In de hoek, onhoudbaar. Waardoor het weer 3-1 staat, hebben we weer een beetje ruimte. Nou, MK Dons vervolgens in de 84ste minuut. Die proberen toch aan te vallen en vinden hier met een lange bal aan de rechterkant een vrije speler die naar binnen komt. En Lloris moet de redding brengen, maar die bal valt voor de voeten van een speler die eerder al gescoord heeft. Ik ben even zijn naam kwijt, maar hij scoort hier zijn tweede van de middag. Ook een heerlijke volley. Ik moet hem toch maar weer even inschieten, zo snel reageren. En dat doet hij, dus dat 3-2. Dus moeten we toch weer aan de bak, want ja, je wilt toch niet gebeuren dat het ook nog 3-3 gaat worden. Dus Giro met goal die inmiddels ingevallen is, raakt de bal kwijt. Maar ja, zorgt er in ieder geval voor dat we er wel weer een ingooi en overhouden. Walker gooit in, vindt goal naar Eriksen. Eriksen die vindt Kane, draait goed weg en schiet hem goed binnen. En zo staat het 4-2. Zo scoort Kane toch ook deze wedstrijd. Hij had al assist gegeven. Maar spit wordt toch vooral afgerekend op zijn doelpunten. En die pakt hij hier toch weer mooi even mee. Goed zijn lichaam gebruikt. Weggedraaid en met links in het hoekje geschoten. Die andere verdediger die deed ook niet veel. Maar goed, daar hoor je mij niet over klagen. We staan in ieder geval weer 4-2 voor. En zo moet de winst toch wel binnen zijn. En moeten we toch doorgaan naar de 8e finale van deze beker. Op naar de finale zou ik zeggen. Want het zal wel leuk zijn als we een prijs kunnen winnen. Hier Dembele die de bal krijgt. Eriksen. Nou, het ligt helemaal open bij hun achterin. Mason die ook is ingevallen. Die vindt Kane. En Kane die schiet zijn tweede er ook nog in op de valreep. Ze scoort aan het eind van de wedstrijd toch nog even lekker 2 doelpuntjes. Altijd lekker voor een spits. Goed voor het vertrouwen. En ja, nou is het toch wel helemaal zeker dat we de volgende ronde gaan halen. En Kandons gaat weer aftrappen. Maar we zitten al in blessuretijd. Er staan 3 doelpunten voor. Dus dat kan niet meer misgaan. En de scheidsrechter heeft ook maar besloten om af te fluiten. Dus zo hebben we toch weer een aardige score bereikt met 5-2. Toch wel leuk om naar te kijken, denk ik. Ik hoop dat jullie de volgende keer ook weer kijken. Ik zeg bedankt en tot de volgende keer. Later!